some watermelon. The week is from Mart Eers tot en met 7. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. This week heeft mee te maken met some sort of a communication, some sort of a onzoek. Informatie komt uit. Sommige van jullie krijgen some sort of a geld dat was genomen van jullie. Dat is best wel goed. Je beste dag is... is this a good week? It is a week that heel veel informatie come out. A zeer, zeer positive week. And a good week where heel veel informatie that sommige van jullie was niet van op de hoogte. Sommige van jullie come achter some sort of informatie geheim van een lipburn. Kom een beetje buiten. A friend, a lipburn, a weeskal mensen. Sommige van jullie komen iets hier iets achter over een weefskal mensen en de geheim van een weefskal mensen. Deze persoon is tussen de leeftijd van 18 en 45. Sommige van jullie hebben some sort of an issue met je supervisor, je boss of een zakenman dat is een ram. Ik zie verdriet. Verdriet is hier voor deze man. Mensen is nu achtergekomen dat een weefskal en deze ramman heeft some sort of a horrible situatie gebruikt tegen jou. Mensen is nou van op de hoogte. Je komt hier best wel goed uit. De laatste paar dagen, vrijdag de weekend, vrijdag, zaterdag, zondag, some sort of a onverwachte verrassing komt voor jullie. En dat is best wel goed. This onverwacht verrassing kan in verschillende manier. Iedereen have on the frequency. It hangt vanaf wat voor frequency drive je onder. Dat komt best wel uit. Dus wat zien wij hier is some sort of a geheim. Jullie vrouw komt achter some sort of a geheim dat was teken jou gehouden. Waarom je staat in some sort of a moeilijkheid. It was door dat een ram lie of boodschatman of je boss, je ex-boss, have creëer some sort of a problem and some sort of a geheim. De energie van de dove is in the center van deze week, waar je komt achter some sort of a oneerlijk spelletje. Jullie vrouw, jullie moeders, je komt achter dat een weeskal person is niet eerlijk. Een weeskal person en zijn moeder was niet eerlijk. Dus deze weeskal person, mensen nou recognize some sort of oneerlijk spelletje voor deze weeskal person. Ik zie dat deze weeskal person is nou bang, omdat ze recognize dat je bent van op de hoogte, geweten wat hij of zij was aan het doen, oké? Moeilijkheid is hier, heel veel moeilijkheid. De energie van de doden, heel veel moeilijkheid. Je boss have created some sort of a moeilijkheden voor jou en je gaat hier overkomen, oké? Dan we zien some sort of a situatie waar heel veel van jullie wil vooruit gaan en collaboreren met een ram, maar je recognize het is geen goede idee. Het is geen goede idee. Deze ram gedragen negative energy, oké? Deze ram heeft geen goede inzicht over bepaalde dingen en je gaat even recognize this. Een eind komt naar een man of iemand dat heeft zijn macht over jou gebruikt. Mensen komen achter dat deze man was zeer, zeer oneerlijk. En een eind komt voor deze man. Jullie komen hier uit victory en succes. Dus vrijdag is een goed dag voor jullie. Vrijdag, woensdag is een goed dag voor jullie en sommige van jullie donderdag, oké? Okay? Some sort of a samenwerking op donderdag leef je op met heel veel. Some sort of a samenwerking dat gaat even binnenkomen, ga je opleveren met heel veel. En it says as je bent voor jezelf begonnen en zo, en je gaat een netwerk en samenwerken met anderen, ik ga je heel veel opleveren. En dit is zeer positief. Wanneer ik kom op te de werkgebied, sommige van jullie, waterman mensen had some sort of issue problemen.
op de werkgebied, je staat stevig in je schoenen, je gaat daar succesvol uitkomen. Oké, dus dit is best wel goed. Dus wat zien wij hier is dat sommige van jullie vrouwen komen achter some sort of oneerlijk spelen tussen een weegschaal en een tweeling. Een weegschaal en een tweeling. En ik zie sommige van jullie vrouwen hebben gerecognized some sort of deceptive spelletje. En dit is its fault wat is gebeurd tussen deze kinderen. It's fault that is gebeurd. En je bent echt boos over wat is gebeurd. En je wil some sort of oplossing hiervan. Dan wanneer we bekijken je supervisor of je boss of je leidinggever. Je overkomt een horrible deceptive spelletje met deze person. Je wordt victorious successfully overkomen wat deze man heeft gedaan, man of vrouw. En je komt hier goed uit. Dan recognize wij dat sommige van jullie wil some sort of a new start, maar je hebt beslist, nee, ik wil het nu niet doen, ik laat het. Het is geen week om een nieuwe start te gaan maken. Het is een week waar jullie moeten opletten wat is hier, wat speelt en wat moet je even gaan bekijken, omdat daar zijn some sort of a oneerlijk spelletje dat was aan de gang. En nu het komt uit in deze week. En eind komt naar iemand dat creëert some sort of a probleem. Onterecht situatie. Je wordt victorious en successful. Ik zie dat mensen gaan met je samen gaan werken. Om over een probleem op te lossen. En hier zie je dat sommige van jullie gaat even achterkomen. Dat een ram en een weegschaal persoon heeft some sort of tekenspeling tegen jou gedaan en af samen gecollaboreerd, maar toch kom je hier goed uit, oké? Zie je, toch kom je hier goed uit. Dus het is een zeer positieve week, zeer positieve alignment of energy dat komt op. Je weet precies wat je hebt mee te maken. Je bent nu van op de hoogte. De oneerlijke issues en situatie dat is gespeeld. Je bent nu blij dat je hebt gekozen iets anders te doen dan samen met mensen te gaan werken waar je recognize daar is geen eerlijkheid. En dat is goed. Het is een week van geluk. Het is een gelukkige week, maar het is niet een week om een nieuwe start of some sort of a beslissing te maken. Het is een week waar je bekijker en recognize oneerlijk spelletje dat mens creëert. Dames en heren, niet vergeten om te thumbs up, laat de liefde schijnt. Het is een krachtige week. Je komt hieruit succesvol. Geniet hiervan omdat some sort of a transformation komt voor iemand dat was tekengewerkt bij een ouder werkgever. De mensen is nu van op de hoogte. Ik zie moeilijkheid omdat mensen recognize some sort of a logens voor een zakenman of een manager en ze brengen een eind hier aan. Dan we zien de energie van jullie vrouw staan steven op teken some sort of a negative energy dat affect je kinderen of je family of jezelf. Je staat hier taken up en je wordt victorious hierover. Mensen komen achter de deceptive spelletje van een rammely of boodschap person en een weeskull person. En ik zie dat deze weeskull person recognize dat je was van op de hoogte dat ze zit je taken te spelen. Maar toch, je laat ze even voor zichzelf vallen in de oneerlijke situatie dat ze creëren. Dat is zeer, zeer positief. Dames en heren, geniet. Welkom, dames en heren. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. Het is de eerste week van maart en de week begint van 1 tot en met 7. Het is een week van de raad van fortune en some sort of a issues, problem come from the verleden. En het heeft mee te maken met je family of some sort of a contract. Heel veel van jullie zaken mensen is maak je zorgen. Heel veel van jullie zaken mensen maak heel veel zorgen.
And it is a week waar jullie kan geen beslissing maken omdat there is some sort of a deceptiveness and mensen komen achter some sort of an oneerlijk spelletje that was on the hand. Heel veel van jullie hebben mee te maken met een ramli of een boodschotte vrouw. Jullie vrouw gaat even de waarheid vertellen over wat een ramli of een boodschotte vrouw heeft gedaan. En heb je een collider en creëert problemen voor u en je zaken. En je gaat even oprichten. Je gaat dadelijk gaan vertellen de oneerlijk spelletje wat een ramli of een boodschotte vrouw heeft tegen jou gedaan. En hoe deze vrouw heeft creëert heel veel oneerlijk spelletje. En nu, sommige van jullie tweelingvrouw worden echt boos en verdriet over hoe deze vrouw heb je in some sort of a problema gekomen. A cooperation institution gaat even jullie vrouw helpen tegen de onttrek of een ramli of een boodschotte vrouw. En ik zie dat een overheid instituut gaat even instoppen en deze vrouw even te stoppen de oneerlijk spelletje wat deze vrouw heeft gedaan. De energie van de keizerinnen, sommige van jullie krijgen soms soort van informatie dat je vrouw of je moeder is in de ziekenhuis, maar ik zie dat soms soort van oplossing komt uit voor je moeder. Dus dit is een situatie waar sommige van jullie mannen krijgen soms soort van nieuws dat je vrouw en je moeder of je vrouw eind op in de ziekenhuis. Maar some sort of a oplossing komt hier. Dus je krijgt een bericht maandag, dinsdag over dat je moeder eind op in de ziekenhuis. Maar some sort of a oplossing. Ze gaat even hanteren wat is aan de hand. Dan als we kijken woensdag. Woensdag is de energie waar ik zie dat sommige van jullie gaat in rechtszaak tegen een ramli of een boodschotte man en een viskreep of scorpionetje vrouw even gaan opstarten omdat ze recognize de logens en deceptiveness van deze koppel. Is het je ouders? Is het familielid? Wie zijn deze mensen? Een ramli of boodschotte man en een viskreep of scorpionetje vrouw. En de twee zijn op de leeftijd over 60 of 60 en ouder. Mensen is nou van op de hoogte. Een groot rechtszaak is gespannen tegen deze mensen. Dan zien wij de energie van de dove. Met de energie van de dove, jullie mannen, kom achter dat je vrouw, dat is een viskreef of scorpionetje, is gestroven bij de dove. Dat betekent deze vrouw gebruikt negatieve dingen om jou in controle te krijgen en jou financieel op te lichten. En heel veel van jullie mannen dat is getrouwd met een viskreef of scorpionetje, kom achter de oneerlijk spelletje van deze vrouw. En dat was geen liefde in de relatie. Dat was gewoon een relatie dat is gebaseerd op wealth, materialistic stability en wealth. Sommige van jullie zakenmannen krijgen soms soort van fabriek en je hoort dat je bedrijf is ondergekomen en in inzicht van fraude. Okay? Dus sommige van jullie komen echt aan dat je bedrijf wordt opgelicht met soms soort van inzicht van fraude. Mensen is nou van op de hoogte en dat het heeft mee te maken met de viskreep of scorpionetje persoon. Sommige van jullie gaat recognize dat de scorpionetje vrouw have gelogens. Dus jullie mannen gaat echt recognize de logens en deceptiveness van een scorpionetje vrouw en wat de scorpionetje vrouw have gedaan en creëer. Beoordelen is hier en de cycle is now over. De verdriet wordt over. Whatever the verdriet that jullie had gedragen, the verdriet is now over. Mensen is now van op de hoogte over a couple. And how deze couple have created some sort of an oneerlijk spelletje. Here see you the deceptiveness van deze couple. It is now boven water gekomen. And how deze couple have jullie taken gewerken in zoveel manier. And this can a couple zijn of it can family leader. A cycle is now over for ze.
omdat mensen is nou van op de hoogte dat oneerlijke spelletje van deze mensen, een beoordeling komt op deze koppel. Heel veel van jullie, een genezing komt met je relatie. Mensen is nou van op de hoogte hoe oneerlijk sommige van jullie was teken gespeeld en hoe mensen heb je gewoon echt oneerlijk behandeld. En mensen is nou van op de hoogte hoe mensen creëren some sort of oneerlijk spelletje. Als je moeder is een ramelie of een boodschatter, mensen of je schoonmoeder, deze vrouw komt in alignment met some sort of a groot rechtszaak over a diefstal, okay? Een corporation institution heeft nou ook te komen dat een scorpionetje woman of een visgrave of scorpionetje woman was niet eerlijk en mensen is nou van op de hoogte al hoe deze vrouw heeft gespeeld some sort of an oneerlijke spelletje. En mensen gaat ze echt keihard aanpakken. De waarheid, sommige van jullie mannen, je vrouw ligt in de ziekenhuis en ze gaat even achterkomen wat is hier aan met je vrouw, oké? En mensen nou is van op de hoogte en recognize some sort of oneerlijke situatie. De zorg is nou over en jullie staan stevig in je schoenen omdat de zorg is nou over, de verdriet is nou over en de familie gaat even vooruit in het leven vanwege dat mens is nou achtergekomen hoe een familie was onterecht behandeld, okay? A corporation institution gaat even recognize dat een ramelige boodschotte vrouw heeft samen met een scorpion dat je vrouw some sort of oneerlijk data informatie verzamelen. En ze komt achter wie is de vrouw achter hoe iemand data en informatie was verspreider. En die recognize dat een ramelige boodschotte vrouw dat kan een advocaat zijn of in de notary, dat is degene dat heeft het gedaan. En ik zie dat jullie tweeling mensen, especially vrouw, ga je steven in je schoenen, even staan tegen deze vrouw en zeggen, hey, ik was niet van op de hoogte wat deze vrouw was aan het doen. En nu recognize ik de oneerlijk spelletje wat deze vrouw heeft mijn binnengehaald. En ik zie dat jullie vrouw worden losgelaten omdat ze recognize dat je was niet van op de hoogte. Oké, dus dat is zeer, zeer goed. Dus dames en heren, het is een krachtige week. Het is geen week om beslissen wat beslissen te kunnen doen. Het is echt geen week om iets nieuws te gaan bedenken en creëren. Het is een week om jou te recognize wat speelt rond jou en de mensen. Oké, dus ga even crosswatch de ramelige boodschappen lezen als je heeft iemand op de workfloor dat je heeft samen mee gewerkt. En even bekijken een visgrave of scorpionetje omdat deze vrouw heeft some sort of ontrek situatie gedaan en mensen is nou van op de hoogte. Ik ga jullie wensen een fijne week. Tot volgende week. Namaste. Welkom weeskel mensen, het is de eerste week van maart. Week begins van 1 tot en met 7. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun. Het is geen week om wat beslissing te gaan maken. Je komt achter heel veel informatie. Je komt achter dat ik kreeg van de familie even opgelijk de corporation heel veel geld om de volsheid. Eind komt voor een ramelie of boodschappen en hun familie. A corporation, a bank, financial institution recognized on a like criminal offense van deze family and who ze have a corporation opgelicht heel veel geld. Sommige van jullie, je moeder, als je moeder is een steermaker of een steenbok, ze gaat je helpen. Ze was van op de hoogte dat there was some sort of geheim dat je hebt gehouden. Maar zij was zo, it says, yeah, je hebt het mee te maken met jezelf. Jij moet leven daarmee. Zij niet. Ze heeft haar rug niet
gedraaid. Ze heeft bekijker. En ze was van op de hoogte. De oneerlijk spelletje. Een man heeft gewoon zijn rug naar jullie weegschaal gedraaid. Deze man is zo, het zegt. Weet je wat het is? Ik moet niks met jou. Ik weet niet wat je zit om te verseren of whatever. Ik heb geen interesse in jou. Dus jullie weegschaal mensen... is bevrienden met een steermaak of steenbok persoon. En zo het zegt, je hebt some sort of a hoogte op deze persoon, partner. En de vrouw is van op de hoogte heel lang. En de vrouw gewoon recognize dat je spoort ik niet. En de vrouw recognize dat er is iets mis met jou. Omdat je bent in een andere relatie met... iemand anders man. En je bent ook de ogen op een ander man. En dan je bevriend de vrouw. De vrouw recognize dat. Hey, ik ben van op de hoogte wie je bent. En wat je bent aan het doen. En de vrouw heeft gewoon dadelijk. Gelaat je even weten. Hey. En de man staat stevig en zegt. Hey, ik heb geen interesse in jou. Dus ik weet niet. Dus er is some sort of a. En jullie weten mensen, er is iets mis in some sort of a vriendschap of relatie met de steermaak of steenbokvrouw. En deze vrouw is een vrouw, oké? Okay? Deze vrouw, ze slaapt niet rond, ze heeft geen ogen, ze is niet geïnteresseerd in een ander, een vriendin, man of zo. En willen weten, en ze recognize dat, hey, je bent echt niet goed bezig, maar ik hou je in de gaten. De man is echt niet interesse. Er is geen interesse. De man heeft geen interesse in jou. Ik weet niet. Ik denk dat je moet echt goed even gaan bekijken. Want haar man heeft geen interesse in jullie. Dat is goed. Laat het even zo. Een balance komt in op maandag. Some sort of a balance komt in. Some sort of a geheim is now out. And news is now binnen. Some sort of a geheim is now out. En ik zie... Dat een steermaak of steenbok persoon laat je even weten. Ik ben van op de hoogte wat je hebt gedaan. En deze persoon is gewoon direct teken op wat. Ze weet dat je hebt some sort of a geheim gevoel voor haar man. En ze laat je even weten. Hey, hij heeft geen interesse in jou. Moet je even kijken. En ik zie dat deze vrouw gaat je direct even vertellen. Hey, bekijken wat je zit om te doen. Vanwege door dat je bent in een relatie met een ander vrouw, man. En je hebt je ogen, wat voor mens ben je? Dus ik zie dat deze vrouw gaat direct aan jou vertellen. Hey, hier wil ik niks meer hier aan, weet je. Some sort of a geheim is nou boven water gekomen. En ik zie dat de steermaak of steenbok persoon gaat een situatie rechtzetten en zegt, hey, dit heb ik niet nodig in mijn leven. Ik ben bezig. Ik heb geen tijd. Some sort of a financial situatie waar ik zie een tower moment come up voor jullie weegschaal mensen. En een ramly of boodschap de persoon. Ik zie dat mensen komen achter some sort of a speling tussen jullie en een ram persoon. Waar je wordt betaald door een ram persoon om even te faceren. Verseer teken steenbok man. En de man is echt niet interesse in jou. En mensen komen achter dat je was betaald door een ram mensen. Om net te kunnen connect met een koppel. Om te verseer. Maar whatever. we gaan even verder. There's some sort of an issue situatie met een kind. Sommige van jullie grijpen some sort of a success over a Leo person. Mensen recognize that a Leo person said that a kind was van ze. En mensen is nu van op de hoogte de logens en deceptiveness van a Leo person. En hoe a Leo person oplicht some sort of a overheid institutie met a kind en gebruik a kind naam. Om geld bij te komen. En mensen is nou van op de hoogte. Dat de kind is niet van ze. A family. Mensen nou recognize dat jullie weegschaal mensen is connect met een
Leo family en een kreef. En dat jullie allemaal zijn familieleden. Dus jullie weefsel is connected met een ram en een tweeling person en een kreef person. Dat jullie zijn all on the één familieleden. En dat jullie komen van een criminal family. En het komt all out, oké. Dus ik ken zus en broer, ik ken neefjes. Maar ze recognize dat jullie kennen elkaar van in de verleden. En het is een false family lid. Dan recognize wij dat sommige van jullie was niet van op de hoogte wat was aan de hand. A corporation was achter jullie voor een heel lange tijd. En recognize dat sommige van jullie weesgel mensen hebben was gewoon betaald door een ram die een verbodschotter en een krever en zijn partner. En hoe jullie allemaal is connected in some sort of a networking van oplichten van andere mensen. Okay? Dus dat komt best wel uit. Heel veel van jullie krijgen some sort of a goed bericht. Dat mensen hebben opgepakt een Ram Leo of Boodschap family. A tower moment is hier. Als een geheim is even boven water. Deze person heeft teken van werk. Een steermaker of steenbok person. Een eind komt voor een jong Leo of een jong Ram person. En zijn family. En ze komen achter een corporation institution recognize dat deze jong Ram en zijn family hebben heel veel geld opgenomen on the valsheid. En dat ze gebruiken om de mensen informatie en data. Dat is een oplichting praktijk dat was aan het gang. Dus goede nieuws komt voor jullie. Jullie krijgen goede nieuws. Dat een Ramley of Boodschap person is nou opgepakt samen met Kreef. Die zijn familielid dat heeft opgelicht heel veel geld. En dat u bent ook de zus of familielid van de Ram en de Kreef. Dus het is een bank financial institution kom echt keihard op deze family voor wat ze heeft gedaan. Dus het is een week, dames en heren. Ik ga even kijken. Als jullie hebben een steermaker of steenbok moeder. Deze moeder gaat sommige van jullie helpen. Sommige van jullie recognize dat een steermaker of steenbok vrouw is niet, niet open en niet warm. Deze persoon recognize dat jij hebt some sort of a speling dat je was even aan de gang met. Deze persoon recognize, hey, ga opzij. Ik moet niks meer hebben mee te maken met jou. Deze vrouw is van op de hoogte. Dat je was gestuurd om gewoon some sort of informatie of some sort of dingen. Maar je recognize dat deze vrouw recognize dat je was ook betaald. Om even te connecten met hun. Om even wat informatie. Je recognize dat je krijgt geen informatie omdat dat deze vrouw was op de hoogte dat je was niet eerlijk en oprecht. Dames en heren, ik moet gaan. Namaste, tot de volgende keer.